2019 was een verkiezingsjaar. Ondertussen hebben we dus drie nieuwe gewestregeringen. Ze laten in hun kaarten kijken, de bakens voor het nieuwe beleid zijn uitgezet. Dit stemt ons eigenlijk wel heel optimistisch. Circulaire economie is immers weer een belangrijk thema in de regeerverklaringen. Onder dit thema zitten heel wat concrete maatregelen. De vergroening van de fiscaliteit, de uitbouw van bijkomende recyclagecapaciteit in België, de verbetering van de inzamelgraad van voornamelijk organisch afval en bouw- en sloopafval en de overheid die zelf het goede voorbeeld geeft in overheidsopdrachten door bijvoorbeeld voorkeur te geven aan het gebruik van gerecycleerde materialen.